Militairen zijn er om ons land te beschermen. Desnoods met hun eigen leven. Wie zijn die mannen en vrouwen die dat opmerkelijke vak uitoefenen? Waarom kozen ze ooit voor dat beroep? Hoe gaan ze om met gevaar? En wat voor invloed heeft dat op wie ze zijn? Gaan wij in Nederland eigenlijk nog een oorlog meemaken? En is het Nederlandse leger dan in staat om zich te weren? En zijn ze werkelijk bereid om in het uiterste geval die hoogste prijs te betalen? 6 weken lang spraken militairen in Kijken in de Ziel over hun vak. Maar wie zijn ze zelf? Zijn ze 24 uur per dag militair? Of ook wel eens een dagje niet? Wat heeft hun vak hun gebracht? Zijn ze veranderd door wat ze door hun werk hebben meegemaakt? Wat voor prijs hebben ze ervoor betaald? En staat die prijs wel in verhouding tot wat ze ervoor gegeven hebben? Daarover gaat het in deze nieuwe serie van Kijken in de Ziel. Plaats van handeling, het landgoed van de inspecteur-generaal der krijgsmacht in Hilversum. De ombudsman van militairen. Een plek die 31 jaar domicilie was van prins Bernhard. Hier praat ik 6 weken lang met 11 mannen en vrouwen uit het Nederlandse leger.